HAVO-leerlingen van ISW Gasteslaan kregen een bijzondere opdracht. Namelijk, organiseer een sportdag voor leerlingen met een beperking. En daar komt best veel bij kijken. Welke sporten laat je de leerlingen beoefenen? Hoe wordt het vervoer geregeld? En hoe zorg je ervoor dat alles veilig verloopt? Na de voorbereidingen is het tijd om de leerlingen van de Herman Broerenschool uit Naaldwijk te ontvangen. Die worden als helden binnengehaald. De leerlingen worden goed begeleid. Dat hebben de HAVO-leerlingen in de les geleerd. En dit doen we vanuit het vak BSM. Dat staat voor Beweegsport en Maatschappij. En we hebben hierbij de vaardigheid nodig om te organiseren. En daarom organiseren wij deze sportdag. Niet alleen de sporthal wordt gebruikt, ook de aula. En hier in de aula hebben we sporten zoals korfbal en blik gooien. En Laura vindt korfbal heel erg leuk. En Laura, ja. Wat vind jij de allerleukste sport om te doen? Korfbal. En ben je al wezen ballen gooien? Ja. Hoe ging dat? Goed. De HAVO-leerlingen hebben vooral plezier. Ja, wij leren om te organiseren en helemaal voor kinderen met een speciale beperking. En ja, dat vinden we eigenlijk allemaal heel erg leuk om te doen. En het is gewoon heel erg belangrijk voor ons dat we dat goed kunnen. En ze moeten uitzoeken welke sporten de leerlingen leuk vinden. Nou, we hebben dus met verschillende commissies hebben daarmee overlegd wat kinderen nou met een beperking leuk vinden om te doen. En wat makkelijk voor ze is om goed te doen. En balsporten zijn meestal wel leuk met gooien en zo. En in zijn korf gooien, ja, dat gaat misschien mis, maar dat is wel heel erg leuk om te doen.